Yo mensen, Groen van DNBNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag wat we gaan doen, we gaan een packjes openen, jawel. Het zijn de laatste packs die ik nu ga openen, voor effe. Maar dan heb ik in ieder geval dusdanig veel coins dat ik denk van, ja, lekker. Dat denk ik dan. Dus laten we maar gaan openen en laten we hopen dat we wat goeds kunnen packen. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video, de vorige pack opening vond ik super leuk. Ik ga jullie vandaag bewijzen dat ik weer de pack opening koning ben. Net zoals ik echt ben, want ik ben echt een fantastische pack opener. Fantastisch werelds goed. Ik wil graag 7000 likes zien, dat moet zeker lukken. En abonneer op mijn kanaal. En als je niet abonneert op mijn kanaal, dan moet ik iets heel ergs doen. Dan moet ik namelijk, dan heb je geen packluck dit jaar op FIFA. Dus neem nou niet het risico en abonneer op mijn kanaal voor fantastische video's. Ik upload op dit moment dagelijks, want ik vind FIFA 20 echt een topspel. Er komt morgen een leuke video aan. Nee, er komt morgen geen leuke video. Jawel, morgen komt een nieuwe aflevering Volta. Ik dacht, daarna komt weer een fantastische video. Andere video, echt leuk, heel leuk. Trouwens, zie je deze merchandise? Bank zit een merch. Ik neem aan dat iedereen van jullie het al heeft die dit kijkt. Zo niet, ga het nu kopen. Staat link in de beschrijving. Als je denkt van ik wil FIFA points kopen, want FIFA is vandaag uitgekomen. De Ultimate Edition en de Champions Edition ofzo. Of heet dat hetzelfde? Ik heb geen flauw idee. Ga even naar het linkje in de beschrijving. Want er staat een linkje naar ikwatgoed.nl. En koop daar je FIFA punten. Want daar kan je sparen voor fantastische prijzen. Nee, kan je sparen voor korting. Je hebt zeg maar, na je eerste bestelling heb je altijd korting als je ikwatgoed bestelt. Gewoon de rest van je leven heb je korting dan. Dus waarom zou je in godsnaam nu ergens anders bestellen dan ikwatgoed? Ja, geen reden. Nou, dan hebben we 2 minuten opgenomen. Geen idee hoe lang het was voor jullie. Alleen maar reclame gemaakt. Laten we nu maar even packjes gaan openen. Ja. Jongen, ik ben zo commercieel. Maar het voordeel is, het zijn allemaal dingen van mezelf. Dus dan is het weer minder commercieel. Dat vind ik niet erg. Nee. Oh, ja. Oeh, la la lu, la la lu, la la lu. Oh, ja la. Hey, wat ik dus niet begrijp, hè, mensen. Het is op dit moment bijna oktober. Het is 23 september als ik het opneem. Jullie zien het waarschijnlijk op 24 september. Hoe kan het? Gewoon een normale vraag, hè. Gewoon een hele normale vraag. Hoe kan het nog steeds zo warm zijn buiten? Daar baal ik namelijk van, want ik heb een fantastisch mooie nieuwe winterjas gekocht. Die wil ik echt graag aan. Dus hallo Nederland, word even koud zoals je altijd bent. En geef mij ook dan gelijk even een walkout. Het liefst even Messi, Ronaldo, Bill. Mensen, ik wil een video gaan maken waarin ik bronzen packs ga openen. Totdat ik OC22 heb gepakt. Nou, dat gaat echt mokertje lang duren. Maar ik wil het wel gaan proberen. Het nadeel is alleen, die dingen zijn best wel duur. 750 coins voor zo'n pack. Stel je voor, je hebt 1000 packs nodig. Dan ben je gewoon rustig 750k kwijt. En dat is toch wel vrij veel, hè, voor OC22 first owner. Maar ik moet hem gewoon hebben, first owner. Ja, sorry, het moet gewoon. Maar ja, stel je voor, je packt hem niet in 1000 packs. Ja, dan ben je ook wel de sjaak, hè. Het is weer niks. Of wel? Nee. Hallo, geef mij eens een borderspeler of een walkout, liefst de tweede. Stoch, wat is hij kaal? Hij is zo kaal. FIFA poppetje kaal is, zo kaal is hij. Besef gewoon dat Milo even kaal is als deze gast over 2 maanden. Wat zielig. En heeft Milo ook nog niet eens zo'n mooie baardgroei, net zoals ik. Want ik heb een fantastische baardgroei. Komt ie? Nee, weer niks. Kak! Dorstbroer. Krijg nou een lekker blikkie. Ongelooflijk. Ja, we hebben iets. Het is geen walk, het is gewoon een borderspeler. Ah, Spaans. Dan is het sowieso niks. Spits. Oh. Nee, is niks, hè. Dit kan niet goed zijn. Grimaldo. Hij is wel goed, trouwens. Oh, 4k. Oké, helemaal niks mis mee. We gaan die even bewaren, denk ik. Ik denk dat die nog wel eens kan stijgen in prijs straks. En zeggen jullie waarom? Weet ik veel, jongen. Ik zeg toch ook maar wat, maar ik ga hem wel bewaren. Jongens, de eerste borderspeler is een 5. Zo, oh, ik voel me echt lekker in dit bankzitter shirtje. Ik wil even duidelijk met jullie zijn, mensen. Er wordt best wel veel merchandise verkocht via YouTube. En ik wil niet andere YouTubers afvallen of zo. Maar over het algemeen is het echt ongelooflijke powerkwaliteit. We hadden eerst ook bankzitter merch. En ik moet zeggen, ook dat, die kwaliteit was, ja, best wel pauper. Was ook niet heel duur, dus op zich was dat wel oké. Maar zo'n shirtje kost €25 volgens mij. En als je kind bent 20, dan heb je gewoon een Nike shirt. Een bankzitter X Nike shirt. Dat is toch fantastisch? Waarom zou je het niet kopen? Het staat zelfs bank in je nek. Wacht, dat kan ik laten zien. Nou echt, als je dat niet doet, dan ben je gewoon gek in je hoofd. Nou, ik wil even wat belangrijk zeggen. Dit is echt belangrijk. Ik heb hier een permanent marker. Ik verder weinig met het verhaal te maken. In ieder geval, volg je mij nog niet op Instagram. Ga het even zo snel mogelijk doen. Dan vraag je je af waarom. Ja, dat maakt niet uit. Doe het gewoon. Ik heb bijna 150.000 volgers op Insta. En dan ben ik echt blij. En dan ga ik een enorme giveaway doen. Ik heb nog geen idee wat. Ja, waarschijnlijk ga ik ook helemaal geen giveaway doen. Nou, misschien wel. Jawel, ik ga wel iets doen voor 150k. Ik weet nog niet wat. Moet ik nog even over nadenken. Is dit een borden? Nee. Ah. Wordt dit een speler waar we blij van worden? Nee, dat wordt het zeker niet. Of het moet nu ineens een Gabriel Jesus zijn. Kom, Gabriel Jesus. Nee, het is Bufarani. Die wel 1400 coins is daarentegen. Dat is wel lekker. Zabaleta, 2200 coins. Prima. Oh mijn god. Het is een walkout. Yes, ik heb een walkout. Kom op. Italiaans. Ah, nee. Center mid, Verratti. Verratti, dat is niet heel fijn. Dit is waarschijnlijk helemaal niks waard. Die heeft weer stats waar je echt van moet janken. Ik zei wel mooi, het is tijd voor een walkout. Dat heb ik mijn horloge om gedaan, zodat ik bij de volgende pack kon doen, want het is tijd voor een walkout. Heb hem nu al. Wel goed, maar eigenlijk niet goed, want het is Verratti. Verratti. Ah, mijn ogen bloeden. Hij is 10k. Oké, nou die bewaren we wel, want die wordt echt wel meer waard, ja of niet. En dan is het wel triest. Ja, is wel vrij triest. We hebben een walkout, mensen. Daar gaat het om. Het gaat daarom. Het gaat om dat. Mensen, wil je trouwens coins verdienen? Iedereen gaat mij haten, omdat ik dit zeg. Koop squad fitnesses. Die kosten nu volgens mij 5.
500 coins. En ik zweer het je, over een maand zijn die 1700 per stuk. Dus doe het gewoon als je coins wil verdienen. Ja, kijk, ik ga het niet doen. Ik ben geen pauper. Maar ben je nou een ongelofelijke pauper, doe het dan. Zo eens kijken voor jullie hoeveel die zooi is. Oh, het is al omhoog. Het was een stuk goedkoper. Hij is nu 7,50. Ah, een camera. Mensen, we zijn er weer. Oh. Maar waarom maak ik ook jouw pack? Je hebt nog niks goed gepackt voor jezelf. Maar dat ik kijk naar jou, dat werkt wel. Oké. Okay. Is jij iets waard? Nee. Nee. Weet je hoe Clonny Games heet? Maru. Tante. Oh. Toch? Ja, Clonny Games fans, laat je horen in de comments. Zullen we een keer pack-opening opnemen, Clonny Games? In de bank zit eruit. Ja, Clonny Games, kom naar het hutshuis. We hebben een Doembia? Nieuwe Doembia? Die is CDM geworden? Die kale, hè? Zie die kale? Weet je wie nog veel kaler is? Stoch. Die is kaal! Weet je ook kaal is? Milo. Moet je dit zien? Dit is echt bizar. Ik had dus gezegd, iemand koop even een shirtje met takka vlakken. Dan krijg je 50 euro PSN kaart. Ik had nooit wat iemand dat zou doen. Is het echt? Ja. Stijn Legend. Stijn Legend. Hey! Hey! Ik heb die Toko Ekambi. Ja, collie discarden, doei. Oh! Kauame! Kauame! Ja! Kijk, dit is er wel een. Ja! Nee, tuurlijk niet. Het is gewoon niks. Jij dacht van wel, hè? Geef me eens noen! Konate! Weet je hoe het Clonny Games heet? Ja. Nee. Ja, bro, dit was koud ook draag. Nee, dit was niet daar. Op het eind moet hij daar gewoon niet op het begin. Hé, hey, pack even Walker voor me. Ik heb voor jou ook goede spelers gepackt. Heb je jouw pack ook? Ja, ik ben Bernardo Silva. Ik weet niet wat ik allemaal voor je heb gepackt, maar dat is echt goed. En dit... Ik vind het echt triest dat dit mogelijk is wat we hier doen. We krijgen niet eens borden, hè? Fuck. Ja, finally. Nee, alleen borden. Ja, dat kon ook niet. Nee. Ja, we krijgen hem. Oh, ik dacht even dat we die gast krijgen. Jee. Yeah. Ik dacht even dat we toch nog Borja Iglesias krijgen. Raul Wiel. Dit is wel goed, joh, zeg dit. Nee, ja, wel borden. Jij moet even inkomen. Kom op, hè. William. Is dat de Pereira of zo? Rode JC. Hij heeft echt een rond hoofd. Ja, hij heeft een heel raar hoofd. Rond. Jij zegt raar. Ik zeg gewoon rond. Wel, twee keer boord nu in 3 packs. Hoe kan dat nou? Nog eentje dan. Nu een walkout. Heb je ouders ingegaan? Oh. Krijgen we nu gaan we Jesus. Ah! Hij krijgt zo'n van deze pack. Ah, nee. Borja. Ramendi. Oh, Gavi. De 84 is binnen. Die je zo graag wilde. Hé, hey, maar we hebben dus... In 6004 points helemaal niks. En dan in 5 packs 3 keer borden. En bamboe. Hé? Oh. Zomaar ben je extinct. Ja. Ja, walk-up. Ja, het is walk-up. Nee! Oh, Aquino. Ja! Yes! We gooien hem op net, what the fuck? Yes! Lekker. Voor mij is helemaal niet zoveel waard. Hè? Hier, doe hem op. Ja! Woe! Yes! Voor mij is het niet zo heel veel waard. Hij is ingedeukt nu. Yes! Ik zag niet dat hij wakker was, want ik hield dat het kutte was. Hij is gewoon 2 zoveel, hè. 300. Hij heeft geen pace meer. Hoe kan hij zo duur zijn, gast? Lekker hoor. Wil je nou ook Aguero packen gaan? Ik word goed bij snel. Yes! Fucking lekker, gast. Blij is mee. Heel goed, hè. Dat is fucking goed. Borja Iglesias. Nee, Fabian. Ja, kut Fabian. Fabian. Wie opent hem eigenlijk, die wakker? Zou ik wel geweest zijn. Ja. Mata, goede Spaanse voetballer. Nee, dit is een slechte. Okay. Ah, kom op, geef hem een lekkertje. Ah, fuck out. Hey, legend! Ja! Ah, fuck, Moreira. We hebben even Portugees zo. Wie is dit dan? Een uniform. Robertson! Die is goed, die is echt veel waard, ja? Voor mij, hoor. Jawel, hoor. Jawel. Oh, 85! Goed, ja. Dat is toch geen walkout? Dat is geen walkout, dat is geen walkout. Die is wel goed, hè? Die is wel goed, ja. Oh, 70.000? Oh, wat is de prijsrace? Ah, oké. Okay. Ja, nee, is nice. Hoddé! Ja, hey, gast, wat een Pac-Man ineens. Wat een Pac-Man ineens. Dit is toch KSI, gast? Nee. Ja, Borja Iglesias. Ja, kom op. Nee, Morata of Costa. Ja, maar ik wilde zo graag Borja Iglesias nog packen. Costa. Oh? Nee. Ja, als je respect hebt. Ja, maar dat heb ik niet. Want ik heb een tyfus Carvalho. Een discard pack doen? Nee. Oké, okay, ja. Dit is een discard pack. Oké. Okay. Oh nee, ik ga op pakket discard. Boom, komt ie! Ja! Ik dacht echt dat dit erin was. Ik wil Borja van leren. Ja. Oeh. Maar voor mij is er rechts meer geen walkout, hè? Ja. Please. Is het een walkout? Nee. Ik koop toch gewoon Borja Iglesias. Sarabia. Sarabia, wat een teringzooi. Ja hoor. Wat is dit? Dit is een inform, denken ze. Zo is een inform. Hoezo, waarom is die fles zo mega groot? Milinkovic, Savic. Dit was echt groter dan normaal, hoor. Als je dan 85 is, heb je een grotere flair of zo. Bro, we krijgen echt koude veel goede spelers nu, hè? Ja. Ja. Fuck! Ja, we hebben die walkout, jongen. Pjanic. Nee, Fiska. Fiska, die clip ik gewoon door. Waarom is hij bord? Ja, 84, Fiska. 84? Ah, kom maar op. Nee, Borja Iglesias. Ah, helaas. Dit is... Casilla, die is zo slecht, jongen. Waarom? Jij kijkt vaak Porto, dat is mooi. Ja. Zit een Sissoko eronder. Jammer, Vincent. Ja hoor, daar is hij. Echt heel slow. Nee! Jammer hoor. Geef maar weer Wales.
Frankrijk, oh. Sissoko, links. Kom Lamar, on. Lamar. Oh, on, ik kon ook wel Lamar toch? Ja, maar deze is veel beter. Ja. Hij ja. is 20, 30, 40, 100 miljoen k. 20k, lekker. Is lekker dit, hè? Is lekker, hè? Ja. Ja. Weer niet, what the fuck? Dit is koken. Ja, Roel zei dat koken goed was, hè? Oeh. Zo close, Sissoko. Zo close, letterlijk even goed. Ja, ja. Ja. Ja! Ja! Bedoel, ja! Oh, kom op, kan dit, jongen! Nee! Nee, nee! Hè? Oh, in vorm! Ja, ah. Slecht! Ah, Gerard! Ik zei dat hij in vorm had. Oh! En Sisto! Bedankt voor het kijken! Bedankt voor het kijken! Actieve zooi, klote, doei! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kort BTC, niet voor later een verdubbeling.